Wauw. Heel hartelijk welkom. Nederlandse jongeren weten minder over democratie dan andere jongeren uit Europese landen. Dat is toch eigenlijk heel gek? Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Dus ook van de jongeren, maar ook van de scholen, van de gemeenten en ook van de politieke partijen. Als er dan een keer met jongeren wordt gesproken, wordt er niks mee gedaan. Dat is wat ik gewoon terugkrijg van jongeren. En vind het gek dat je dan compleet afhaakt. Waarom hebben jongeren niet gewoon, de Rotterdamse jongeren, inspraak? Ja, je brengt hem in de gemeenteraad van Rotterdam. Zo simpel is politiek. Meer dan helft een handje lucht in. En dan gaan we het gewoon doen. Morgen een mailtje stuurt. Morgen belt. Die deur die staat altijd open. Echt niet alleen bij GroenLinks, maar bij al die partijen. Zoals ik de mbo'ers op het stadhuis heb gevraagd de afgelopen 3 jaar, doe ik het omgekeerd. Want je vroeg wat ik ga doen de komende jaren. Ik kom gastlessen geven op het mbo. Het zijn heel veel mooie woorden en ik ben benieuwd wat er van terecht gaat komen. Velen zeggen dat mijn generatie demonstreren is afgeleerd en dat we dit alleen nog maar online doen. We gaan er al van tevoren van uit dat onze mening toch niets uitmaakt. Ik ben hier om te zeggen dat dit niet het geval is. Velen van ons hebben een mening, maar hebben vaak moeite deze te uiten. Kunst is hier vaak dan voor de oplossing. Dit is de manier om onze boodschap aan de buitenwereld te tonen. We worden bezuinigd op kunst en cultuur en subsidies worden ongelijk verdeeld. En of dat is uit het hart gegrepen. Het beton, beton, beton gevoel willen we vanaf. Want ik was de voorganger van de voorzitter van Jong 010 bij de Rotterdamse Jongerenraad. Toen zijn er tientallen miljoenen tijdens het jongerenjaar verspild aan allerlei culturele activiteiten. Terwijl de echte problemen van jongeren niet zijn opgelost. En dat is de reden waarom ik de politiek ben ingegaan. Ik vind dat er onzekerheid moet worden gegeven over kleinschalige opleidingen. Want met een uitspraak zoals we gaan bezuinigen op scholen zoals deze, daar neem ik gewoon niet genoegen mee. Om ervoor te zorgen dat die talenten, of je nou danser wil worden of acteur op deze school of de beste DJ van de wereld, daar hebben we er heel veel van, dat in ieder geval mogelijk wordt gemaakt door de stad. Want wat heel belangrijk is in Rotterdam, dat is het verhaal van de stad vertellen. Dus het verhaal van de stad, waar komen we vandaan? Wat is de geschiedenis van de stad? En dat kan je nou in Rotterdam fantastisch doen, omdat de Rotterdamse musea bijvoorbeeld, die hebben prachtige collecties liggen waar je dat verhaal mee kan vertellen. We kunnen het niet vertalen naar de praktijk, want ik zit in de praktijk en ik zie nog veel te vaak dat er veel te weinig wordt gedaan op dit gebied. Als ik zo meteen 30 ben, of als het zo meteen 2030 is, is er dan nog wel, wil ik dan nog in Rotterdam wonen, is er nog een Rotterdam voor mij? Durf ik in 2030 na 8 uur 's avonds nog op straat te lopen in bepaalde Rotterdamse wijken? Wat we moeten doen om dat te veranderen is dus een crimineel leven veel minder aantrekkelijk maken. Door te investeren in de politie, er moet veel meer politie naar Rotterdam. We moeten cameratoezicht doen, we moeten preventief fouilleren doen en we moeten ook doorgaan met de patseraanpak. En wat ik hoor van jongeren waar het goed mee gaat, is dat ze zeggen ik voel me wel veilig in een wijk, maar ik ben voor 1 iemand bang. Dat is de politie. Hoe weet jij nou dat een mokro in een dikke BMW rijdt en dat ze tegenover die mokro een Tata in een dikke BMW rijdt, dat die Tata niet aangehouden wordt, dat die mokro, ja, papieren, auto papieren, laat dit en dat doen. Ik sta hier voor de slachtoffers in Rotterdam, die slachtoffer zijn van criminaliteit, van intimidatie, van straatintimidatie. En dat is precies waar het profiel naartoe gaat. En dat heeft niets met afkomst te maken, laat dat duidelijk zijn. In 2030 kijken opa Wilders en opa Eertmans met schaamte terug na een tijd hoe zij etniciteit koppelde aan criminaliteit. In 2030 zie ik 1 wereld in 1 stad als 1 familie. Jullie kunnen een diverse stadsbestuur en een diverse gemeenteraad daar kiezen. Stem ook vooral op een vrouw, maar stem ook vooral op iemand waarvan jij vindt dat hij of zij jou kan vertegenwoordigen in de stad. Nergens in Nederland is de luchtkwaliteit zo slecht als in Rotterdam. En in Beijing is het zelfs zo slecht dat ze de zonsopgang niet kunnen zien. En daarom worden deze geprojecteerd op grote televisieschermen. Daarom is mijn stelling ook, in 2030 ziet Rotterdam de zonsopgang zo. 1 partij die de groenste van allemaal is en die iedereen gaat meeslepen om Rotterdam prachtige groene maatschappij te maken. Dank u wel, dank u wel. Hier zijn we dan. Niet de toekomst, want daarin zijn we nog steeds abstract. Onze verhalen, onze taal. Want loze woorden blijven leeg, ook al zijn ze ingepakt. Dit zijn de bruggenbouwers. De eerste stappen op een weg die naar onze eigen voetsporen leidt. Stemmen is hier niet verplicht. Maar damn, de noodzaak was nog nooit zo luid en duidelijk als hier. Deze is opgedragen aan de jongeren en Jong 010. Jullie zijn vuur, jullie zijn liefde en meer dan dat zijn jullie de stad en wat haar bezielt.
Ik geef hem wel gelijk. Mokro's worden niet zomaar aangehouden. Nee, ook Surinamers, Antillianen, Afrikanen.